En daarin is de KNVB natuurlijk ook nummer één eigenlijk. En maken zich daar een beetje belachelijk mee, vind ik. Ho, stop. Heb jij al geabonneerd? Zo niet, klik hier. Je luistert en kijkt naar 2-4'tje met Aad, de wekelijkse podcast van soccernieuws.nl met presentator Eimert Pruis en rekenwonder en meestervoorspeller Aad de Mos. Hola en welkom bij 2-4'tje met Aad, de wekelijkse podcast van soccernieuws.nl. En we zijn weer hier hoor, in deze wat is een digitale omgeving voor jou in het opnemen. Weer een mooie aflevering om deze keer te praten over het Nederlands elftal, ook over de blunders van de KNVB en over Spanje bijvoorbeeld, Noorwegen, andere grote landen in deze EK-kwalificatiereeks. En natuurlijk gaan we Aad erbij halen, want Aad heeft overal wel weer een mening over. Maar helaas niet meer vanuit geweldig resort, het Vosje. Gelukkig hebben we nog wel een hartstikke mooie souvenirje meegenomen van het Vosje. Deze mooie microfoon van Sokkennieuws. Dus dat verdient wel een duimpje. En vergeet ook niet te drukken op dat abonneren. En dat alarmbelletje, dan krijg je bij de volgende podcast en bij de volgende video van ons YouTube-kanaal gelijk weer de melding. Dan gaan we Aad erbij halen, want Aad, hoe voelt het nou weer zo van grote afstand? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk normaal. Het is wel prettig om een keer dicht bij elkaar te zijn, om een keer een mooie opname te maken bij Resort het Vosje. Zeker. En, Resort het Vosje is van de week officieel gesloten. En, dat betekent dat we nu alles vanuit binnen, vanuit de kantine bij Resort het Vosje moeten doen. Yes, vanuit de kantine Resort het Vosje is gesloten en straks in het voorjaar hopelijk met mooi weer gaat die weer open. We zijn natuurlijk allemaal van verschillende wedstrijden, Nederlands elftal. We gaan het over hebben over Oranje, de KNVB, natuurlijk andere EK-kwalificatiewedstrijden. Maar we gaan gewoon gelijk van start met Raad van Aad. Ja, in Raad van Aad geeft Aad raad naar ongevraagd advies, dat achteraf heel erg nuttig blijkt. Aad, deze keer heb je advies voor? Ja, voor Nederlands elftal en voor Koeman. Frankrijk is een goed team, dat weten we allemaal. Maar Nederland moet niet te veel aanpassingen doen, moet uitgaan van zichzelf. Moet spelen zoals eigenlijk gisteren Jong Oranje heeft gespeeld. Jong Oranje speelt fantastisch voetbal op dit moment. En dat is zeer aangenaam om te kijken hoe daar gespeeld wordt. En die doen dat fantastisch. En Nederland zelf moet zich daar eigenlijk een beetje aan optrekken. En niet te veel ingewikkelde dingen doen. Duels gewoon winnen. En proberen om die aanval echt uit te schakelen. Dat weet je dat Mbappé, Giroud en Coman, dat zijn gevaarlijke aanvallers. Daar moet je echt scherp op spelen. Ik zou ook niet te veel aanpassingen doen in het systeem. Het beste systeem blijft toch met 4 achterin. Dat is ook weer gebleken tegen Ierland. Je moet toch te veel schakelen. Van die 3 man achterin, dat zijn we ook niet zo gewend. Ik zou eigenlijk gewoon een 4-2-3-1 willen aanraden. En dan moet het ook tegen Frankrijk moet het goed komen. Er is echt een kans om tegen Frankrijk nu een goed resultaat te halen. En ik denk dat Koeman dat ook wil. Hè? Want hij wordt vandaag ook afgeschilderd in verschillende kanten als de stuntman. Hij tegen sterkere teams heel goed kan spelen. En dat heeft hij bij zijn clubs bewezen. Dus laat het maar zien vanavond in de Arena om 21:15. Ja, want we hebben natuurlijk al eerder gezien hè, in de Nations League dat Koeman het heel goed deed tegen landen als Duitsland. Wat is nu de truc? Denk je dat hij dan... zijn er bepaalde trucs speciaals die hij gaat uithalen? Bijvoorbeeld Denzel Dumfries, natuurlijk de man in vorm. Moet hij daar iets speciaals mee doen? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat Nederland gewoon moet spelen op de Hollandse manier. En dat ze geen domme fouten maken zoals in Parijs. Door de ballen verkeerd in te spelen. Goede posities op het veld proberen te houden. Zeer geconcentreerd moeten spelen. En zich op moeten trekken aan eerdere overwinningen tegen Frankrijk. Ja. Het is wel lekker natuurlijk als je goed begint. En ik ben heel erg benieuwd ook naar het debuut van Verbrugge in de goal. Het zou me niet verbazen als hij het erg goed doet. En ook de vaste keeper van de Nederlands elftal zou kunnen worden. Ja, precies. Dus dan kan hij meteen zich goed ontwikkelen. Zijn er verder nog dingen van tegen Frankrijk? Of denk je dat bepaalde spelers die je er graag in wil hebben? Of denk je dat het wel zo goed staat van ja, een beetje de bekende namen? En dan liefst 4-3, toch? Zoals ik begrijp. Ja, zeker. Zeker. En je moet ook... rekening houden met het feit dat ik al ga zeggen, die 3 voorin, dat weet iedereen. Dat zijn jongens die vooral loeren op de omschakeling. Dus hij heeft dat allemaal al besproken met de spelers, hebben het er ook over. Je restverdediging, als je zelf aan het aanvallen bent, moet je
Proberen om snel ook druk naar voren toe te zetten. Want dat was ook iets wat Jong Oranje perfect doet. Maar dat doet ook PSV tegenwoordig heel goed. Dat doet Feyenoord heel goed. In tegenstelling tot Ajax bijvoorbeeld. Je ziet dat er een ontwikkeling is. Dat je beide heel goed moet kunnen om een goed resultaat te halen. Dus wees voorzichtig met oog op de counter. Maar die counter kun je er ook zelf uithalen door snel druk te zetten met z'n allen. Ja, en denk je dat het ook kan tegen een land als Frankrijk? Dat druk ja, zeker. Want die hebben ook een onuitgegeven defensie. Maignan is dan de keeper die het heel goed doet. De vervanger van Lloris. Maar de verdediging is natuurlijk helemaal veranderd. Je hebt die spelen met op de zijkanten met Klaus en met Hernandez. En het centrum met Konaté en de andere Hernandez. Dus dat is een onuitgegeven formatie die niet veel met elkaar samenspeelt. Daar kan je ook zelf gebruik van maken. Ja, oké. En zijn er bijvoorbeeld bepaalde spelers die bijvoorbeeld, bij Koeman speelt vaak Martin de Roon tegen zich door een land. Zou je die Martin de Roon ook zelf erin zetten? Nou, tegen dit Frank moet je gewoon proberen om eens een keer een heel voetballend middenveld neer te zetten. Ik zou eens een keertje van Martin de Roon afblijven. Ik ben een voorstander van Reinders om die jongen te laten staan. Die kan heel goed voetballen. En ik zou ook dan Veerman eens een keertje. Dat zijn allemaal jongens die heel goed kunnen voetballen. En zoveel mogelijk voetballende mensen op het middenveld neerzetten. Niet te veel denken in verdedigen, opbouwen, aanvallen. Die jongens die hebben dat laten zien in Ierland ook. Dat was toen ze weer terugschakelen naar 4-3. Toen ging ook Frenkie de Jong weer erg goed spelen. Omdat het allemaal een beetje het DNA van de speler zelf is. Ja, dat is gewoon een voetballend geheel. En wie moet dan de opvolger zijn van Frenkie de Jong in dit geval? Nou ja, dat moet hij zelf uitmaken. Ik heb nog niet zoveel veel mogelijkheden dat ik zeg, die of die. Ik zou, wat ik net zei, Reinders, Veerman en ik zou Simons op de 10 zetten. Simons, twee wat steviger, wat controlerender en Simons als een creatieve man. Dus lekker op het voetballen richten, dat begrijp ik toch? We gaan niet meer denken over Frankrijk, hoe we gaan ons ingraven en counteren met dingen. Je moet de jongens ook losmaken in de hoofd. Je moet het niet te moeilijk maken. En spelers vrijheid geven in posities. En dan gaan ze er het beste mee om. Gisteren bij Nederland zelf ook. Bij Jong Oranje is allemaal leesbaar. Duidelijk voor mij. Dan moet het ook heel duidelijk zijn voor de spelers. In middenveld wat bestaat uit die propper van NEC die het fantastisch doet. En dan daarvoor gewoon twee jongens die voetballend heel sterk zijn. Taylor en Van Bommel. Nou ja, dat is duidelijk. En dan krijg je ook duidelijkheid in de uitvoering. Oké, dus dat is even duidelijk. Helder advies voor Oranje en voor Ronald Koeman in het bijzonder. Van het ene advies, want ook de KNVB bijvoorbeeld, die kan wel wat raad gebruiken van Aad. Gaan we dus ook net door, want daar gaat het over namelijk in de Stalen Snor. Nou, de Stalen Snor heeft al een beetje meegemaakt de laatste tijd. En we horen nog steeds de racistische uitlating richting bijvoorbeeld Brian Brobby op de velden. Over heel veel homofobe spreekkoren. Maar toch heeft de KNVB besloten, oké, we stoppen maar met die one love band, we stoppen met die acties. Maar ja, ik vind de Stalen Snor een beetje apart, hè, als we nog steeds van zulke incidenten hebben. En er moet steeds aandacht voor gevraagd blijven. Ook de Stalen Snor weet namelijk bijvoorbeeld dat er best wel veel voetballers ook nog in de kast zitten. En die graag in de vrijheid eruit willen. En daarom vindt de Stalen Snor ook, Aad, dat het schandalig is dat de KNVB stopt met de one love band. Aad? Ja, de KNVB is natuurlijk ook een instantie die veel meeloopt met andere instanties. Ze zijn natuurlijk ook weer naar Saudi-Arabië geweest om hun steun te betuigen. En hebben dat natuurlijk ook een beetje slap afgehandeld in Qatar. Ze hebben een actie gedaan een keer op het veld met die arbeiders een keer mee te laten voetballen. Maar er is nooit een vervolg op gekomen. Dat is overleven en meehuppelen met de rest. En daarin is de KNVB natuurlijk ook nummer 1 eigenlijk. En maken zich daar een beetje belachelijk mee, vind ik. Door niet consequent te zijn. En de vrijheid geven ze ook weer aan de clubs om een band wel of niet te dragen. Dat is eigenlijk een beetje begonnen met Koksu toen bij Feyenoord. Ja. Dat geeft niet aan dat ze sterk zijn in een bepaald beleid.
Ja, het is geen daadkrachtige KNVB wat je misschien wel wil hebben in dit soort, ja, in dit soort acties en in dit soort gevallen. En dit soort maatschappelijke discussies. Terwijl, ja, daar heeft ook natuurlijk KNVB een rol. Denk je dat het echt mee te maken heeft, net een vorige keer, met Kukçu en El Yacoubi, die weigerden de band te dragen. Dat ze denken van, ja, we doen maar nu even niks met bijvoorbeeld, laatst hadden we de coming out day. We gaan het proberen, ja, even ons eraf te... Denk je dat de reden is dat ze niet meer stoppen met die band? Ja, er zijn ook bonden die zeggen, joh, ga eerst maar eens voetballen. Laten we daarmee stoppen. De Duitse bond is daar een voorbeeld van, omdat ze geen resultaat halen op het WK in Qatar. En dan zeggen ze, joh, wij stoppen daarmee, ga eerst maar eens voetballen voordat we met die dingen bezig zijn. Dus het is van bovenaf en daar kom je toch nooit precies achter. Nee. En denk je dat nu dat de club zelf nog, vanuit de clubs kunnen we nog iets verwachten? Of denk je nou ja, dat de clubs meer denken van, ja, als de KNVB niks doet, doen wij ook niks? Dat denk ik. Ja, die zijn dan weer blij dat ze een nieuw contract hebben dadelijk bij ESPN. En dat ze daar weer veel geld mee verdienen. En veel geld voor krijgen. En terecht ook. En die gaan ook weer verder. En iedereen veegt zijn eigen straatjes gewoon. En hoopt eerste te worden, tweede te worden en niet te degraderen. En de anderen hopen in de play-offs te komen. Ja, ja, ja. Was het al in jouw tijd een dingetje? En bijvoorbeeld de homofobe spreekoren? Of merkte je dat wel eens dat je bijvoorbeeld homoseksuelen in je team had, bijvoorbeeld? Nee. Dat is pas van de laatste jaren dat eigenlijk een thema geworden is. Oké, dus dat niet. Dus daar heb je ook geen ervaringen mee, om het zo te zeggen? Absoluut niet. Ah, nee, oké. Nou goed, dan in ieder geval helder. Het is in ieder geval schandalig dat de KNVB stopt met die one-off-band. Duidelijke mening ook van Aad. En we vragen natuurlijk ook weer de mening in Aad, namelijk in Aads Oranje. Ja, we hebben een nieuwe Oranje rubriek, hè? Aads Oranje. En daarin is Aad de bondscoach en legt hij kritisch als eerst elke Oranje speler onder zijn vergrootglas. En door zijn ogen weten we net wat beter hoe het Nederlands elftal ervoor staat. Hij vertelde net al een beetje hoe we gaan doen tegen Frankrijk. Maar eigenlijk is natuurlijk de belangrijkste wedstrijd straks maandag tegen Griekenland. Dus daar gaan we het een beetje op ons richten. We hadden het al over, Aad zei net al, we gaan het zo spelen tegen Frankrijk. Maar hoe gaan we dat doen tegen Griekenland, Aad? Moeten we weer, wat je zei, lekker gewoon van onszelf uitgaan, 4-3-3? Of moeten we toch nog iets anders gaan doen tegen die Grieken? Nou ja, je neemt alles mee van je laatste wedstrijd. Dus je weet nooit hoe de wedstrijd gaat verlopen tegen Frankrijk. Ik denk dat de wedstrijd goed gaat verlopen, dat de wedstrijd tegen Frankrijk misschien... Als je de wedstrijden dinsdag gaat analyseren, dat het tegen Frankrijk misschien makkelijker gegaan is als tegen Griekenland. En ja. Die voetballen natuurlijk vanuit een bepaalde organisatie die voor jou makkelijker uit te rekenen is. En de Grieken, dat zal meer een wedstrijd worden waar veel duelkracht in gaat komen. Dat wordt een vechtwedstrijd misschien met een publiek erachter. En als jij dan toevallig in Griekenland maandag in het gevecht komt en je gaat zelf ook het gevecht voetbal aan, dan kan je van een koude kermis thuiskomen. Dus dat weet je van tevoren nooit. Alles van de wedstrijd tegen Frankrijk neem je mee naar Athene. Dus ik ga ervan uit dat Nederland vandaag een goede wedstrijd speelt. Zelfs een resultaat haalt, wat niemand verwacht. En dan wordt het een stukje makkelijker ook in Griekenland. Maar ik zou uitgaan van mezelf. Ik zou die wedstrijd tegen Griekenland nog eens een keer goed analyseren. Waardoor jij eigenlijk... het goede resultaat kon halen. Zij speelde toen met vijf verdedigers, de Grieken. En dat was tactisch, werd er langs de kant werd eigenlijk helemaal niks gedaan. Die backs die sloten niet door naar onze backs, waardoor Dumfries eigenlijk een wereldwedstrijd kon spelen. Twee of drie assisten en een goal, dacht ik. Dus ja. Wellicht hebben die zich nu aangepast. En laten we hopen dat ook belangrijk is natuurlijk wat er vanavond in Ierland gebeurt. Als de Ieren bijvoorbeeld zouden winnen, zou het zeer gunstig zijn voor Nederland. En dan krijgen die ook een enorme tik op de hoofd. Maar ik denk dat je het per wedstrijd moet bekijken. Het zou best kunnen dat, wat ik al in het begin zei, dat Frankrijk thuis makkelijker wordt dan Griekenland uit. Griekenland uit wordt toch lastiger misschien dan Frankrijk thuis. En denk je dan, want de vorige keer was natuurlijk wel 5-3-2. Dat was een beetje de revelatie. Wow, fris oranje, 3-0 bij rust. Moeten we eigenlijk dan ook maar even, toch maar even kort terug gaan schakelen naar 5-3-2? Of ben je van, nee. Niet. Ik vind, als je dat allemaal weer ziet op basis van zoals Feyenoord speelt, zoals
Ajax, maar vooral ook PSV speelt. En de tweede helft tegen Ierland, dan zie je dat, hoe je het ook bent of keert. En iedereen kan erover zeggen wat hij wil. En dat doen ze ook maar. Je moet, uiteraard is het fijn dat je twee systemen kunt spelen. Maar wat het dichtst bij de spelers zit, wat het dichtst bij het DNA zit van de spelers. Dat is toch gewoon met vier achterin. En een goed voetballend middenveld. En dan met de spits ook. Want het fijne daarvan is ook dat je welke formatie Frankrijk of Griekenland ook speelt achterin. Of dat nou met drie of met vier is. Je kunt met die drie voorin kun je fantastisch druk zetten op die drie verdedigers. Die het dan niet weten. Dat hebben we gisteren ook heel goed kunnen zien. Bij Jong Oranje tegen Georgië. Die wisten het gewoon niet meer. En die hadden ook al 6 punten in een pool. Dat is niet te onderschatten tegenstander. Pas ook het WK onder de 21 hebben die fantastisch gepresteerd. Nou ja, dan heb je eigenlijk alles wat je wil als coach. En ik denk dat we toch uit moeten gaan van 4-2-3-1. Dat is een fantastisch systeem voor de spelers. Precies, oké. Dus lekker terug naar de Hollandse basis. En dan gaan we hopelijk Griekenland ook verslaan en op weg naar dat EK in Duitsland. Nou, we proberen andere landen ook dat EK te halen, maar er zijn ook landen die er wel heel ver weg zijn. En hier is voor nu al alles of niets. En dat gaan we het over hebben, namelijk in Match of the Weekend. Yes, in Match of the Weekend hebben we weer een mooie Match of the Weekend. Deze keer niet Oranje, maar Noorwegen tegen Spanje. Er staat namelijk op het menu zondag 15 oktober om 8:45 s'avonds. Noorwegen tegen Spanje in Noorwegen. En het is eigenlijk het laatste kans van Noorwegen om het EK te halen. Het verschil is 2 punten, maar ze hebben ook een wedstrijd meer gespeeld dan Spanje. Wat verwacht je van het duel, Aad? Ik denk dat Noorwegen gaat winnen. Ik vind dat ze een hele goede ploeg hebben. Ik heb ze gisteren gezien. Speelde heel goed. Haaland was de verwachting dat hij ook weer zou gaan scoren. De 2 inhangen. Had de hele tijd niet gescoord. Sørloth maakt ook een geweldige goal met een beetje geluk. Pakken toch een 4-0 overwinning. En Spanje, die hebben een heel goede ploeg. Hebben natuurlijk ook de Nation League gewonnen. En winnen met 2-0 van Schotland, die eigenlijk nog geen goal tegen hadden gekregen. Maar was een concurrent voor Spanje. Maar in Sevilla, na de rust, met een goede scheidsrechter, een Hollandse scheidsrechter, Kusjebuk, deed goed. Ja, winnen ze toch met 2-0. Maar ik denk dat Noorwegen samen met Schotland gaan uitmaken wie er met Spanje doorgaat. Dus dat is een hele belangrijke wedstrijd. Interessante wedstrijd ook. Op de kaart natuurlijk ook. We hebben een goede ploeg. Het zou me niet verbazen als ze gaan winnen die wedstrijd tegen Spanje. En dan wordt het nog heel spannend. Want Schotland, die staat al een beetje los. Hè. Die heeft 3 punten meer dan Spanje. Verwacht je dan ook echt een strijd tussen, misschien wel dat Noorwegen of Spanje bijvoorbeeld niet het EK gaat halen en dat we met Schotland zitten op het EK? Ja, dat zou best kunnen. Dat is natuurlijk, als je met veel ploegen in zo'n pool zit en die ploegen die zitten dicht tegen elkaar aan. Ik bedoel, Schotland heeft zich dan ontwikkeld wat betreft het verdedigen, vind ik vooral. Noorwegen is gewoon nog een hele goede voetballende ploeg met heel veel individuele kwaliteiten. En die gaan het zeker proberen te maken tegen Spanje. Dat is wat denk je dat de uitslag? Ik denk dat ze met 2-1 winnen de Nooren. Nooren gaan met 2-1 winnen. Dus dan wordt het weer een hele spannende pool. Dan moeten we deze pool dus in ieder geval in de gaten houden. Hè? Want het zou natuurlijk wel mooi zijn dat we bijvoorbeeld zo'n ster als Erling Haaland en ook Martin Odegaard bijvoorbeeld op het EK gaan zien. En natuurlijk, Spanje kan natuurlijk ook niet ontbreken. Maar dan moet Schotland weer een kind van de regen worden. Interessante pool. We gaan het dan weer zien, deze pool. Wat we nog meer gaan zien, Aad, is natuurlijk Oranje. Laatste voorspelling. Gaan we naar het EK in Duitsland? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Appetijtje? Ja. Kaasje? Nou, dat is geen kaasje natuurlijk, omdat je heel slecht begonnen bent. En ook wedstrijden tegen de kleintjes heel slecht gespeeld hebt. En dat heb je ter plekke hersteld. Het is wel zo dat we met onze kwaliteiten, dat we samen met Frankrijk in deze pool verder gaan. Kijk, met deze willen we graag afsluiten, deze woorden, met deze geruststellende, voorspellende woorden van onze meestervoorspeller Atomos. Hartstikke bedankt dat je er weer was. Ben je van afstand, niet van Resort het Vosje, maar dan gaan we natuurlijk weer een andere keer naartoe. Resort het Vosje blijft stiekem altijd open voor sokkennieuws. En dan gaan we het weer hebben over de volgende keer wat Oranje het allemaal gedaan heeft. En hopelijk een Polonaise. Deze keer geen coëfficiënte Polonaise, maar een Oranje Polonaise, Aad. Jazeker, dat gaan we doen. Gaat lukken tegen Griekenland en tegen Frankrijk vanavond.
Yes, helemaal goed. Hey, dan wens ik je een hele fijne avond. Hè. We gaan allemaal kijken en ook maandagavond. En dan hebben we het weer over uiteraard in de volgende aflevering. Aflevering 57 alweer van 2 Viertje met Aad. Aad, bedankt en adios. Adios.